Het gaat heel veel over corona, heel veel dat mensen elkaar niet mogen zien, dat er geen feestjes gevierd mogen worden. En wij zijn op zoek gegaan naar een manier om daar ja, een beetje positiviteit te brengen en ja, net even wat vrolijkheid te brengen. Herkerton zit langs de A59. We hebben een scherm van 6x4 langs ons pand staan. En wij willen in deze wat donkere tijden wat lichtpuntjes brengen. En dat doen we door mensen de mogelijkheid te bieden om gratis een bericht op ons ledscherm te zetten. Kan je misschien voorbeelden noemen van berichten die er zijn binnengekomen? In 2019 hebben we al eerder zo'n actie gehad. Wat we toen hadden was dat er iemand een huwelijksaanzoek deed. Een bruidspaar wat langs het pand kwam rijden. En wat we nu zien, ontzettend leuk. We hebben nu al een aantal mensen die 50 jaar getrouwd zijn. Mensen die 75 of 50 worden. Wat je merkt is dat er geen feestjes gevierd kunnen worden en dat mensen op zoek zijn naar iets bijzonders om, die, ja, om ze toch in het zonnetje te zetten. Wat zijn de reacties van de ontvangers als ze de berichten zien? Die zijn ontzettend leuk. Dit weekend is er bijvoorbeeld al een bruidspaar dat 50 jaar getrouwd was hier naartoe gekomen. Die zijn onder ons ledscherm gaan staan en daar is een foto van hun gemaakt. Terwijl ze daar stonden, een dame die werkt bij de Dela en die hier regelmatig langs rijdt. Maar haar vriendinnen zeggen van joh, je bent goed bezig, hou vol. En de reacties die we krijgen, zowel van de inzenders als van degenen die op het scherm staan, ja, die zijn allemaal positief. Tot nu toe hebben we alleen maar hele leuke inzendingen gehad en ik ga ervan uit dat dat zeker het geval zal blijven. Wat we niet doen is ons bijvoorbeeld mengen in politieke uitingen. Dat zijn dingen, wij willen het graag bij positieve boodschappen houden. Dus die gaan we zeker plaatsen. Wat moeten mensen precies doen om een boodschap te plaatsen? Het makkelijkste is als ze gaan naar herkerton.nl/actie. Daarop staat het formulier, kun je ook precies zien hoe het in zijn werk gaat. En op dat formulier kun je dan aangeven, nou, ik wil graag voor die persoon een berichtje plaatsen met een tekst daarbij die je wil. Wij maken de dia op, wij sturen hem ook naar de inzender, dus dat ze even kunnen kijken van joh, klopt het wat hier staat. En dan geven wij ook aan wanneer het gepubliceerd gaat worden.